Het confetti-kanon liet het helaas even afweten, dus daar helpen wij dan graag een handje bij. Los daarvan was de heropening weer een feestelijke aangelegenheid die het nodige publiek trok. De vorige verbouwing is alweer 10 jaar geleden, toen de winkel transformeerde van een C1000-filiaal naar Jumbo. Dit keer blijft het een Jumbo, maar werd het pand wel 30% groter. Een wens van de eigenaar, waarvan de plannen al een tijdje klaar lagen. Dat is eigenlijk een aantal jaar geleden. Toen wij hier stonden, en waar we nu staan, in de Groente en Fruitbestelling, stond eigenlijk een woonhuis. Die hebben we aan kunnen kopen en die hebben we bij de winkel kunnen betrekken. En op die manier hebben we een uitbreiding kunnen realiseren. Wat zijn nu de grootste verschillen met voor de verbouwing en nu na de verbouwing? We hebben een winkel die eigenlijk de nieuwste formaat van Jumbo heeft. We hebben bijvoorbeeld een zelfscanpark. We hebben een veel uitgebreider assortiment. Dat is wel een derde keer zo groot geworden. We hebben een mooie koffiehoek kunnen realiseren. En, en de winkel is wat ruimer opgezet. Dus ze hoeven niet meer zo langs elkaar heen. Door de ruime paden kunnen ze wel een weg gaan, zeg maar. Ja, geweldig. Ziet er keurig uit. En we hebben er ontzettend hard aan gewerkt om het op tijd klaar te krijgen. We zijn er heel erg super blij mee. Ik werk hier al 25 jaar en dit is mijn vierde verbouwing. En dit is echt wel, ik denk voor zetten hier is dit wel heel erg extreem mooi. Super, echt heel erg goed. Voor zo'n klein dorp, ja, dat is echt geweldig. In het voorjaar werd dit woonhuis aan het Julianaplein gesloopt. Het was het laatste huis tussen alle bedrijven in het centrum en daarmee ook een adres dat bij veel ondernemers op het verlanglijstje stond. De vaste klanten zijn er maar wat blij mee dat het nu onderdeel is geworden van hun lokale supermarkt. We zijn ook blij dat hij weer open is. Fantastisch mooie winkel. Ja. Het ziet er prachtig uit. We hebben hem gemist. Dus we zijn blij dat hij weer open is na 3 weken. Denkt u dat hij niet iets te groot is voor een dorpje als Zetten? Nee, geloof ik niet. Nee? Nee. Het is een mooie winkel. Ze hebben alles. Nou, wat wil je nog meer? U heeft ook een filiaal in Heter, als ik het goed begrijp. Zijn daar ook nog uitbreidingsplannen voor? Op dit moment niet, maar er zit volgend jaar wel een kleine verbouwing misschien aan te komen. Op dit moment, we hebben wel de elektronische schaplabels die we hier hebben. Die hebben we ook vorige week in Heteren geïnstalleerd, dus we hebben wel iets gedaan. Maar voorlopig blijft het daarbij.